Demissionair minister Rauwvoet noemde het telefoongesprek met Ruben schaamteloos. En volgens Femke Halsma van GroenLinks zijn de rechten van een kind geschonden. Ook de familie van Ruben is woedend. Dat zegt Ivo Opstelten, de waarnemend burgemeester van Tilburg, die nauw contact heeft met de familie. Jazeker, ik heb het gelezen en we hebben met de familie contact gehad. Die waren daar ontevreden over, om het mild te zeggen. En er is ook contact opgenomen met de Telegraaf, die ook heeft laten blijken dat ze daar ook wel begrip voor hebben en dat ze dat niet meer zullen doen.